Dit is Gelderland Helpt. Vandaag zijn we bij de Arnhemse Luchtvaartclub. Ik ben een nieuw vliegtuig aan het bouwen. Een competitie vliegtuig. Een 2 meter res. Waarmee wij volgend jaar met een aantal leden toch wel wedstrijden willen gaan vliegen. Het is een nieuw kistje wat door een van onze leden zelf ontworpen is. Hij heeft ook een eigen freesmachine thuis waarmee hij zelf alle delen van het vliegtuig kan uitfrezen. Zodat je eigenlijk een soort van bouwpakket van hem krijgt. Inclusief alle onderdelen mooi uitgefreesd in het hout. En tekeningen erbij. En op basis van de tekening bouwen we eigenlijk een heel vliegtuig. We zijn hier bij de Arnhemse Luchtvaartclub in Arnhem in Spijkwartier bij onze bouwlocatie. Waarin wij 2 avonden per week bouwen. En daarnaast vliegen wij ook met onze zelfgebouwde vliegtuig. Een paar jaar geleden zag ik een advertentie in de krant staan van de club. En ik dacht, hé, we zitten in Arnhem, wist ik niet. Ik ben gaan kijken. Het was zo leuk dat ik daar gelijk lidman ben geworden. En nu inmiddels al iets van 8 vliegtuigen thuis heb. En constant aan het bouwen ben en aan het vliegen ben. En uiteraard soms aan het repareren, want er wil nog wel eens wat te hard en te snel naar beneden komen. Het mooie daarvan is dat we hier toch vanzelf alles weer kunnen repareren en maken en herstellen. En, zodat we de volgende keer weer heerlijk kunnen vliegen. Moet je die wel ervoor leggen? Die en de loop. Ja? Ja. Dat is natuurlijk je master. Dan kom je natuurlijk pas achter met het uitwegen. Ja, ja. Bij ons zit het plezier er echt in het zelf samenstellen en bouwen van een vliegtuig. Daar kun je soms maanden mee bezig zijn. Plus natuurlijk het clubgevoel. Hè. We hebben een heel leuk gebouw, we hebben een leuke locatie waar we 2 keer per week samenkomen. En onder het mot van een kopje koffie en het bouwen van vliegtuigen. Toch wel een leuke avond hebben. En elkaar ook daarmee helpen met het bouwen. Hè. Leden met heel veel ervaring die bepaalde tips hebben. En de kick van het zelf iets van niks, van een aantal plankjes hout samenstellen door een vliegtuig wat ook nog vliegt. En wat het ook nog goed doet. Ja, dat is wel voor ons dat wel een kick. Stiekem ben ik wel de hele dag zit ik toch naar buiten te kijken. Hoe staat de wind? Zou ik kunnen vliegen? Wat wordt het weer van het weekend? We zijn druk op de groepsapp om constant, oké, kunnen we zaterdag? Hoe laat? Waar? Wie komen er allemaal? Waar gaan we heen? De combinatie met het buiten zijn en het vliegen in de weekenden en 's avonds op mooie locaties zoals de Hei in Arnhem, de Postbank. Het is niet alleen maar een bouwclub. We vliegen ook echt lekker buiten en daar zien we onze eigen creaties ook mooi de lucht in gaan. Ja, start! Hier gebeurt het, ja. Onze vlieglocatie op het Roosendaalse veld, op de Hei bij Postbank. Ja, dat is een prachtige locatie. Hier vliegen we in de zomer ook vaak door de week 's avonds met de ondergaande zon en de rust. Het is een prachtige plek hier om te vliegen. Wat ook vaak in de zomer gebeurt, is dat we samen met buizerds in de lucht vliegen. Want die zijn echt een thermiekmeter. Daar zie je heel gauw ze cirkelen in de lucht. Doe je zweefvliegtuig erheen en je bent met z'n allen, inclusief de buizerds, zijn we in de lucht aan het cirkelen. En dat is toch wel uniek. Van de zomer veel met ooievaars gevlogen en duiven. Die zitten er veel in de weilanden. Dat is wel mooi. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Dus vind je het leuk om buiten en binnen bezig te zijn met techniek en vliegtuigen? Neem vooral contact met ons op en kom eens langs voor een kopje koffie. Heb je nou zelf een hulpvraag of wil je meer weten over de Arnhemse Luchtvaartclub? Kijk dan op gelderlandhelpt.nl en bedankt voor het kijken.